Yo, Nintendo fans! Er zijn nieuwe reizigers aangekomen in het reisrijk, in Miitopia. Quizmaster Professor ook. Maar ik ben eigenlijk benieuwd of we nu gewoon een vampier of een elf gaan vinden. Want blijkbaar moeten we die kunnen vinden in het reisrijk, af en toe. Ja, de innovatieve vampier Dr. Eggman, die moeten we hebben. En de muzikale kat Blueberry. Ja, 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 we moeten naar de vampier, jongens. Huh? En we hebben opeens een villa? What? Dat is super chill. Het is een prachtige plek om te ontspannen. Er is plek voor 90 van je vrienden. Sommige teamleden willen er nu al naartoe. Wat Steve wilde naartoe. En Brad wilde naartoe. En Zelda wilde naartoe. En Toad. En Luigi. Zowat iedereen wil opeens naar de villa. Er is nu ruimte vrij in de herberg. We kunnen 4 nieuwe teamleden werven. Wat? Kunnen we nu gewoon heel veel nieuwe characters aanmaken of zo? Wacht eventjes. Dat is vet. Kijk hoe weinig teamleden ik nog heb. Iedereen zit te chillen in de villa. Maar even kijken. We kunnen hier mijn team aanpassen. Oh ja, kijk. Dan kunnen we gewoon naar die villa. Oh, dan kunnen we ze gewoon inderdaad weer terugsturen naar de herberg. We kunnen zelfs afscheid nemen, maar dat gaan we echt niet doen. Maar wat? We kunnen gewoon een nieuwe vriend maken. Dat is super sick. Wat vet. Jongens, doe even een duimpje omhoog als je wil dat deze serie doorgaat. Ik wil minimaal 800 duimpjes omhoog en dan gaan we lekker door met Miitopia. Want blijkbaar is er nog genoeg te doen. Kijk, we kunnen bijvoorbeeld Shy Guy maken. Nou, we moeten nu eigenlijk een goede vampier zoeken. Wie is een goede vampier? KK Slider? Hij is wel zo wit als een vampier. Let's go, KK Slider. Dit wordt onze vampier. Een vampier is, doet zich heel aardig voor. We moeten ook even een klasse kiezen. Ja, nu hebben we de vampierenklasse dus nog niet. Dus nu mag hij nog even een krijger zijn. Let's go. KK Slider! Ja, daar ben je. Welkom. Hier, ik heb gelijk eten voor je, KK. Oh, dat lust je al niet? En dit? Lust je deze bal? Deze gast lust niks. Hij wil wel gelijk een nieuw pakje, maar dat ga ik niet doen. KK Slider, je mag mee. Jij wordt onze vampier. Ik neem Wooloo gezellig mee. En Mario, let's go. Ik moet natuurlijk mezelf ook meenemen. Hé, daar is een nieuw eiland. Wat? En een nieuwe stad? Serieus? Zo, ik moet mezelf ook even selecteren. En dan gaan we nu naar het reisrijk. Tijd voor de vampiertjes. Hier, Dr. Eggman, de innovatieve vampiri. Hé, jij daar. Jij. Moet je dit horen? Ik heb een heel bijzonder huis. Er woont namelijk een monster. En niet zomaar een monster. Oh nee, het is een... Ik krijg er gewoon de kriebels van. Zou je daarom iets voor mij willen doen? Zou je dat spook uit mijn huis willen verjagen? De Villa Sinistra. Daar moeten we naartoe en dat gaan we doen. Let's go. Ga je mee, Eggman? Ja, hij gaat mee. Oké, waar moeten we naartoe? We moeten naar Curiosa? Ik denk eigenlijk wel dat KK Slider gewoon de hele tijd gelijk doodgaat. Die is hier echt niet sterk genoeg voor. Even kijken waar ik naartoe moet, hoor. Hier naartoe en dan hier naartoe. Dan moet ik denk ik hier naartoe. Ja, oké. Ja, en dan is hier de villa. Oeh, duistere villa. Villa Sinistra. Oh, dit ziet er wel heel vet uit. Ik krijg hier echt Luigi's Mansion vibes bij, man. Eigenlijk moet Luigi hier ook gewoon bij zijn. Oké, ik kan 3 kanten kiezen. We gaan gewoon recht door het midden. Let's go. Er zit een spook hier in deze villa. Maar ook 3MP snoepies. Ik ben heel benieuwd naar KK Slider, jongens. Ik denk dat hij echt gelijk kapot gaat. Boven beneden. We gaan boven. Wat een schilderijen, edele dames. Let's go. Lekker, Mario. Pak ze, Wooloo. Oké. Ja, nee, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed als ze KK Slider gaan aanvallen. Dat heb ik nu al gezien. Oh, ik kan hun niet aanvallen. Je moet ze natuurlijk met magic aanvallen. Kijk, KK Slider kan ze ook niet aanvallen. Ja, KK Slider is al dood. KK Slider moet even geduld hebben, jongens. We gaan dit later. Gaan we KK Slider inzetten. Ik heb nu eventjes gewoon iemand nodig die mijn team verder kan helpen. Lekker, Eggman. Hoppa. Daar ligt hij. Ik denk wel dat hij gelijk een paar levels omhoog gaat nu. Level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, hij is al gelijk level 8. Nou ja, misschien kan hij dan wel wat doen. Leert allemaal nieuwe aanvallen gelijk. Oh, ik heb de bonus ervaringspunt ook per ongeluk aan KK Slider gegeven. Even kijken of hij nu wat kan doen. Lekker, Mario. Ik ga even, denk ik, in mijn... Wooloo mag in de hypermodus. Ze zitten Mario keihard doet te takelen, jongen. Dat pikken wij niet. Nee, wij worden gewoon beter dan wat. Het is niveau 30 al, jongen. Ah, kom op, Wooloo.
Pak ze! Lekker gedaan. Pak dit hamer, Spooky! Samen, lekker! Kijk eens, Leiden is inmiddels al level 10. Ja, dat gaat wel echt super snel als je op deze manier gaat levelen. Nou, misschien kan die er toch gewoon gezellig bij blijven. En weet je wat? Ik geef hem gewoon een nieuw wapentje, joh. Hè? Maar als het goed is, kan ik ook al betere wapens voor hem fixen, trouwens. Want je had toch zo'n catalogus hier? Wapens voor krijgers. Ja, dan zou ik dit roze strikzwaard al kunnen halen voor hem. Of qua kleding. Ja, kijk, qua kleding kan ik hem wel alvast wat beters geven. Weet je, ik koop het gewoon voor hem. Let's go, KK. Deze is voor jou. Blauwe KK slider. Vind jij dit lekker toevallig? Ja, dat vind je dan weer wel lekker, hè? En een hamer tartaar. Vind jij dat ook chill? Mooi. Oh, ja, ik denk ik doe even een spelletje tussendoor. Kijken of ik nieuwe kleding kan fixen. En ik heb gelijk een poging 1 gewoon het geestengewaad. En die is natuurlijk voor Wooloo. Lekker Wooloo. Ziet er goed uit. Looking fresh. Oké, we gaan door, Ja, we kunnen naar het kistje. Let's go. Ik hoop alleen dat er dan niet een wapen voor KK Slider in zit. Want ja, daar zouden we niet zo heel veel aan hebben. Aangezien we de klasse van KK Slider gaan vervangen van ridder naar, ja, vampiertje. Wat zit erin? Een heldenblad. Lekker, die is voor mij. Kijk. Ja, daar ga ik weer flink op vooruit. Nice. Hey, en als je dit nou vette video's vindt, jongens, vergeet ook even niet te abonneren. Abonneren. Ik upload natuurlijk iedere dag Nintendo video's. Dus als je dat wil zien, dan, ja, dan moet je even op dat knopje drukken. En zet gelijk even belletje aan. Dan geeft Mario Epona in de tussentijd nog even lekker een appeltje. Ik merk dat ik hier niet zo heel veel geld verdien volgens mij op deze route. Daar moet ik even op gaan letten. Komen we al bij het einde aan? Serieus? Is dit zo'n kleine plek? Nou, wacht. Dan ga ik eerst nog even al die andere levels doen, hoor. We moeten KK Slider nog even trainen, zodat hij niet in één keer doodgaat bij het eindgevecht natuurlijk. Oké, gaan we bovenlangs? Gaan we onderlangs? We gaan bovenlangs. Eigenlijk moeten we al die wegen dus doen om de hele villa soort van uit te spelen. Ik weet niet of ik dat ga doen. Laten we maar gewoon even korte metten maken met deze hamerspoken. Let's go! Lekker gedaan, Wooloetje! Oh, oké. KK Slider is alweer dood. Ik ga hem ook gewoon niet reviven. Pakken Mario. Nice. Ik word level 30 volgens mij. De eerste character die hoger is dan een level in de 20. Level 30. Nice. Ik ben een superbloem. Dus even kijken. Mario doet een nieuwe vaardigheid. Genezing Excel. Oh, die zorgt er even voor dat KK Slider het weer doet. Ja, ik denk alleen dat we daar niet heel veel aan hebben, Mario. Als ik heel eerlijk ben. Oh, en ik doe ook weer wat fout. Ja, dit gaat goed. HP strooisel. Let's go. Het was natuurlijk hype. Hyperstroosel. Man, ik ben in de war vandaag, joh. Die schilderijen die geven wel echt een flaking harde tikken, jongen. Oh nee, pas nou op. Oh, daar ga je alweer, KK Slidert. Oh, met hyperstroosel kan je ze blijkbaar wel gewoon aanvallen. Misschien moet ik dan ook maar in de hyper gaan. Of ik doe gewoon een zacht lentebriesje. Let's go. Ook goed. Ja, en dan is het nu wel gedaan met dat schilderijtje, hoor. Wooloo nog eventjes. Bam! Oh, wat? Hij leeft nog. Ik sloop je met Epona. Stom schilderijtje. KK Slider weer een level omhoog. Maar ja, dat is nooit genoeg. Ik ga die bonus ervaringspunten ook gewoon aan iemand anders geven. Kistje openmaken. Nee! Wat zit erin? Weer schilderijen. Oké, jongens. We gaan nu alle drie in onze hypermodus. Behalve KK Slider, want die gaat toch dood. Wat een baas, die KK Slider. Hij komt wel gewoon mee, ja. Hij heeft wel gewoon scheid. Jemig, man. Die schilderijen die zijn echt ziek sterk, joh. Hou eens op, man. Rap! Oké, eentje is weg. KK Slider doet 1 HP damage. Het is wel schattig. Scheelt wel echt heel veel, hè? Ik bedoel, hij is nu toch alweer level 12. Dat is eigenlijk al de helft van de levels waar Wooloo en Mario nu op zijn. Maar hij heeft natuurlijk ook geen kleding en hij heeft nog niet echt eten gehad en zo. Mario gaat naar level 24. En die heeft explosief mengsel geleerd. Dat is volgens mij een hele goede aanval. We hebben al 1700 mensen gered. Meer HP-strooisel, meer MP-strooisel. Zo werkt dat nou eenmaal in Miitopia. Waarom heb ik eigenlijk niet andere ook bij elkaar in de kamer gezet. Ik denk dat ik KK Slider nu maar even thuis laat. Dat heeft toch nog geen zin. We moeten hem toch ook weer opnieuw gaan levelen straks. En dan neem ik Shadow gezellig mee. Waar gaat deze lijn naartoe? Ja, die leidt ook naar boven. Nou, weet je wat? We gaan het gewoon doen. We gaan kijken of het Uberspook hier is. En Dr. Eggman die zegt, ik vraag me af of we er bijna zijn. En ja, zo te zien wel. Wat is dit voor een spooky, jongen? De geest. Ah! En ik zeg, kom op. Dit is blijkbaar het spook waar het om gaat. Pop-up pop. Let's go. Het ziet er niet echt heel eng uit als ik heel eerlijk ben. Kom op, Wooloo. Ik ga even een hypermodus doen voor mij en voor Shadow. En dan gaan we deze pop-up pop eens even lekker aanpakken, jongens.
Pak hem! We gaan met z'n allen. Pratatapapap. Lekker. Oké. Pop, pop, pop. Oh, hij is toch eigenlijk wel sterk. Wow. Oké. Hij doet wel flinke aanvallen. Oh, maar ja, nee, Shadow sloopt hem, jongen. Shadow gaat één keer vuren en het is gewoon klaar. Lekker, man. We hebben de poppenpeper gekregen. En Dr. Eggman zegt... Oh, hemel, wat was dat eng. Maar ik heb nu gelukkig mijn huis weer terug als beloning. Dit misschien? Het is eigenlijk een familie-erfstuk, maar jij hebt het verdiend. We hebben een vleermuis-amulet gekregen. Dank je wel. En wat moeten we dan met het vleermuis-amulet? Moeten we dat ergens inzetten of zo? Of moeten we dat aan iemand geven? Er is wel iemand ziek. En het is Mario. Oké, maar even. Een vleermuis-amuletje, jongens. Kijk, daar is die. Het is een goddelijk geschenk. Vampierkrachten zijn ontwaakt en we kunnen nu de klasse veranderen naar Vampiertie. Ja! Dat is cool. We kunnen nu de klasse Vampier kiezen. En hiermee hebben we de krachten van de undoden. Dat klinkt echt heel eng. Maar... Ja, dat wil ik wel. De game vraagt ook, waar wacht je nog op? Ja, geen idee. Eventjes kijken. Team aanpassen. En dan misschien KK even selecteren. Klasse veranderen. Ja, ik kan een vampier worden. Lekker KK. Wat een baas. Dit ziet er zo vet uit. Oh, ik heb echt een goede keuze gemaakt voor een vampier. Dit is echt geniaal. Dit is heel vet. KK wil nu al een nieuw wapen. Ja, we gaan het hem gewoon geven. Ik bedoel, we moeten nu echt gaan focussen op KK Slider. Dat hij goed gaat worden. Dat we een baas vampier gaan krijgen. Alleen is hij wel weer level 1 nu, hè? Dat dan weer wel. We moeten terug naar het reisrijk. En hier kunnen we nieuwe opdrachten gaan doen. Ik ben trouwens ook wel benieuwd wat hij te vertellen heeft. Ook staat de Quizmaster Professor ook hier nog. En kunnen we nog een opdracht voor deze verschijningen allemaal doen. Kortom, er is nog genoeg te doen. Dus blijf die duimpjes omhoog doen. En dan gaan we in de volgende aflevering kijken of de vampier een goede klasse is. Maar nu weten jullie in ieder geval hoe je de vampier krijgt. Let's go! Duimpjes omhoog, abonneer je. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!